gaan lopen of op fiets, wie gewoon neus maar achterop. Kom, zal het wel op plekken waar ze nog nooit wist is. Het bleef gewoon genieten, plus voor oog en oor. En elk en zijn nou grandioos dat grun is. Man die pad, rood en zwart. Over dit en dat, lijfst in plat. Man die pad, vult me zwart. Door is dit en door is dat. Man die pad. Dit is Douwe-Jan Elsinga. Hoe heet dat? Hoe heet dat? Dat zegt hij bij mij. Jawel, nee, maar wij doen dit voor Rob Mulder. Oh, oké, okay, dat dus snap ik. Hoogleraar Staatsrecht, maar als je het nooit meer bent, nou had je dan? Ja, dan ben je eigenlijk emeritus, hè? Emeritus. Ja, precies. Emeritus. En in feite ben je gewoon dus ook pensionado. Ook. Ja, joh, al jaren, man. Ik ben in 2015 eigenlijk al gestopt. Nou, nee, maar kijk, als er met donkere maanden dus op 26 januari een beetje vorst is, hè, 2, 3 graden. En dan voorspellen maar ijsmeesters uit Friesland dat het op 9 februari. Maar dat de Elfsteden toch gehouden. Maar is dit nou iets van Enkhuizer Almanak of zo? Dat je zegt van als dit dan dan? Nee, die lui die voelen dat gewoon aan hun urine en dat soort dingen. Dus die voelen dat gewoon aankomen. Maar dit is wel licht serieus. Ja, dit is. Althans, qua voorspelling. Ja, stond het. Oh. Maar als het nou niet begint komt, mijn bloed een beetje te tintelen. Ja, wat ik zeg, jij bent gewoon iemand van de lange afstand. Dus daarom loop ik dit soort rondjes om nog een beetje in conditie. Ja, stel nou dat hij niet komt. Als hij wel komt, doe je mee. Ja, ik doe mee. Ik ben lid 730, dus ik mag het eerste hok naar de wedstrijdrijders. Oh. Want al die collega's van mij zijn allemaal al dood en hebben opgezegd en zoiets. Dus dat hok wordt steeds leger, dat eerste hok. Maar zie je het nog en je gebeurt. Schuift qua lidnummer er steeds verder naar voren, snap je? Ja, 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 ja. Ik was vroeger lidnummer 1800 of zo. Alles wat achter je, dat lost ja, op. Inmiddels gewoon dood. Daar komt het woord oplossing natuurlijk vandaan, precies. Dat lost gewoon achter je op. Ja, nee, precies. En als de grote dag is, dan doe jij ook mee, dan ben je er. Ja, dan bereid je ook op voor. Ja, ik mocht nooit van joken, nee. Maar ja goed, dat telt nou niet meer. Ik heb namelijk ook een nieuwe vriendin, ik mag het ook niet van. Ja. Maar ja, dat trekt natuurlijk gewoon geen ernstig. Daar mag je het ook niet van? Nee, die mag het ook niet van. En die vinden dat gevaarlijk op mijn leeftijd. Ja, ik ben bijna 70. Een beetje zuinig op je zijn. Ik ben bijna 70, zou je niet zeggen, maar dankjewel. Maar, ja, nee, ik laat je het zelf zeggen. Ja, ja. Ik vind het ook vervelend nog steeds Johan. Ja. 70, Gersum 70? Nee, helemaal niet. Op vrij makkelijk leen, maar natuurlijk met, althans even los van andere dingen, van dingen die nee, overkomen. Nee, dat is ook zo. Maar het professoriaat, hoe heet dat? Professoraat. Nee, daar heb ik zeer van genoten. Dus. En nog. Maar jouw eigen urinegevoel is wel goed. Over Elfsteden toch? Ja, Komt hij nog een keer? Ik denk dat februari dat hij toch komt? Zou kunnen. Wel, ja. Ik hou je er dan. Ik vind het wel leuk. Zou kunnen, ja. We hebben thuis nog eens een keer de Elfstedentocht, zal die van in de jaren 90 geweest zijn? Jij kent die ja, uit, 97. Die heb je gelopen? Ja, alle drie. Hè? De 85, 86 ja. En 97 en ook 2012. Maar toen heb je illegaal gereden, weet je wel. Toen heb jij hem gelopen en toen hebben wij samen op bed de hele dag tv gekeken, de Elfstedentocht. Ja, dat had ook wel wat. Ja, dat was best een zware hoor. Dat vroor behoorlijk in 97. Maar nee, hij komt wel weer. Moet je dit weer hebben. Gewoon mooie zon. Ik vond het leuk dat we je zo even tegenkwamen. Ja. Jullie wonen hier in de buurt. Ja, bij hem. Hier en bij hem. Is dat leuk? Ja. Maar wij komen namelijk van het platteland af. Winsum, geboren, getogen. Winsum. Noordbroek en Winsum in die hoeken. Ja. Nou, ik vind het prima hier bij hem. Maar je bent niet geboren getogen. Jij kent maar Friesland. Ja, we komen uit Friesland. Ja? Ja. Allebei? Ja, ik kom uit Friesland. Ja, maar ik ken wel een beetje Grunnings. Heb ik wel geleerd hier. In Suhol heb ik ook gewoond. Alleen ben je in Grun? Even kijken. Ik 73? Ja, 73. En wat bracht je hier dan? Mijn werk. Onderwijs. Onderwijs, heet onderwijs, hè? Ja. Wat hè? Gewoon. Juf. Ben je juf? Gewoon juf. Zij ook. Ja. Ben je allemaal even het onderwijs? Ja. Gewoon juf in Zuidwolde? Nou, jij niet. Zij in Zuidwolde, ik ben begonnen in Zoutkamp. Zoutkamp? Ja, toen was ik 20, toen begon ik in Zoutkamp. Oh, wat mooi, ja. Dat is wel een paar slagvolk toch. Oh, dat was een rugvolk. Oh ja? Ik heb daar wat mee maken. Je zegt het. Nou, vertel. Nou ja, kijk, ik was een jonge meid van 20. En daar waren ze niet gewend. Daar kwam hij wel opvreten. Vis of een jonge dame. Als ik in de klas zat, daar kwam een leerling binnen en dan zei hij,
Juf, ik moet een van Benny zeggen, je bent een lekker ding. Ja, maar, dat is toch geweldig. Dat is toch geweldig, waar je groot van hebt gekomen. Nou, niet als ze je huis binnendringen en dergelijke. Hè. Dat gaat wel een beetje ver. Maar deden ze dat ook? Ja. Echt roeg? Ik heb daar echt roeg. Ik ben van nood ben getrouwd. Nee, ja, echt. Want samenwonen mocht niet. En uiteindelijk zei mijn vriend en ik, nou, laat maar gaan trouwen. Want van de getrouwde vrouw bleven ze af. Nou, toen was het klaar. Ja, dat is wat. Ik ben 10, ja. Nou, en toen? Ja. Toen ben je 20 Zoutkamp en toen ben je promoveerd. Je bent trouw, je bent ook in Zoutkamp gewoond. Ja. Ik ben in Zoutkamp gewoond. En daar heb ik 4,5 jaar gewoond. En toen ben ik naar Oerhoezen. Oerhoezen? Vertrokken. Ja, ik moet een rondje met jou en af in je carrière. Oerhoezen, de rijschouw. Oerhoezen, dan kijk ik geen kleine. En in die tijd... Dan stopte je. Ja. En mijn man die kreeg een baan op de volkshogeschool in Oerhoezen. Oerhoezen, ja. Dus dan hebben we daar een paar jaar gewoond. En toen ben ik weer voor de klas gegaan. Hoezo? In het zand. Oké, zand. Dus Zoutkamp, Oerhoezen, zand. En toen moet ik hem denken, heb ik 9 jaar in het zand heb ik gewerkt. Inmiddels ben ik gescheiden en ben ik hier in Bijum komen wonen. En toen ben ik begonnen in Boerakker. Die wist ik het al. Ja, dat is ook leuk. Dat is een leuk volk toch? En daar heb ik 24 jaar gewerkt. Ja, dat is leuk volk. Hartstikke leuk. Heb ik een mooie tijd gehad. De mooiste tijd? Nou, mooie tijd. Of nou mooie de mooiste tijd. Was, maar een mooie tijd gehad. Ja. En nou doe je niks meer. En nou ben ik met pensioen. Oh, heerlijk. En dat is genieten. Ja, heerlijk. Nou, dan kunnen we eens even wandelen. Maar je bent geboren en getogen? In Harlingen. Haans. Ja, Haans. Haans, zeg ik. Haans, ja. Nou, jongen en Fransje? Ja, Fransje, ik kom uit Franeker. Ja. Ik ben wel een beetje gek op de hol. Dus weet je wat wij als Haarlingers altijd zeiden, mijn vader? In Fransje? Dan reden we door Franeker heen en dan zei hij, gedintjes dicht, want de dooien leren hier met tranen in ogen. Dat heb ik nog nooit verteld. Dus na Harlingen en Franeker. Ja, met kaatsen. Ja, ik weet niet, met kaatsen en met wat dat dan. Maar mijn vader die zei dat dan. Oh god. Zijn jullie nog steeds fan van kaatsen? We hebben een bekende in Winsum bij ons, hier in Winsum, een bekende topper van het keertsen is het? Keerts? Ja, keertsen. Ja, kaatsen. Mooi meer. Dat was het niks. Hij doet. Ik heb Ronje van Jongen. Je komt dus van... Ik ben in 73 in Zuid-Holland gekomen. Ja, van het werk. Dat is vrijgezelle tante, ook van 20. Nee, ik was getrouwd en ik had al kinderen en mijn man ging studeren. Dus kijk, dan kon ik mooi werken en dan kon hij mooi... En toen woonde je in Zuid-Holland? Ja, Zuid-Holland. Ja, heb ik 15 jaar gewoond. Oh. En toen ben ik gescheiden en toen ben ik in Bijum gaan wonen. Dat was heerlijk. We hadden slag bij Zuid-Holland. Ja. Ja, je bent nou ben je misschien bij trouwen. Nou, wij nee. Maar ben je nieuwe relaties dan? Nieuwe relatie. Wij staan al jaren naast elkaar op hetzelfde koor. Het Zuid-Holland koor. En zo hebben we elkaar leren kennen. Dat is gezellig. Ja. Dat is mooi. Elke week repeteren? Elke week, woensdagavond repeteren. En jullie wonen ook bij elkaar in de buurt? Ik woon in West en jij in Oost. Ja, goed. Ja, de koor. Oh, dat zou ze leuk vinden dat jullie in beeld komen natuurlijk. Nou, geweldig. Door lopen ze dan in Kadingen. En wat zing je zoal met koor? Nou, van alles. Een beetje klassiek wel, hè? Beetje klassiek en ook wel eens iets wat een beetje moderner is. Zijn Grunnings. Ik vind niks mis met Grunnings, maar ik hoef niet te zingen. Nou, je hebt nou zo... Milotje Lanteren misschien, maar dat is ook alles. Ja. Nou, kun je een klein stukje zingen bij je met koor dan? Een klein stukje. Wat moeten we dan zingen? Redelijk bekend. We zingen ook alt, dus dat is een beetje lastig, want dan heb je de melodie niet, hè? Nee. Dat is een beetje lastig. Hoog is een alt. Nee, dat is een beetje laat. Hoog is een alt. Ze luistert ook nooit, hè? Nee. Hoog is een alt. Een alt, ja. Dat is... Wat is het hoogste? Sopraan? Ja, dat is sopraan. Ja. En dat is ongeveer hoog, hè? Oblexie. Dat is sopraan en daaronder zit alt? Alt, ja. Woorden. Dat.
hebben we gisteren nog gezongen, ja. Dat is klopt. Ja. Dat is dan... Zingen is goud voor de mensen, hè? Ja, dat weet je helemaal wel, hè? Ja, dat word je gewoon hartstikke... Het immuunsysteem. Daar word je gewoon hartstikke vrolijk van. Ja, precies. Zingen is belangrijk. En wandelen word je ook vrolijk van. Ja, dat is ook heerlijk. En we laten nog niet van Nick al hier. Nee, dat zou ik net zeggen. Ik wil jullie bedanken voor het gesprek. Nou, en we zijn wel wat wijzer geworden. Dat wordt niet groot. Nou, die over het algemeen zijn we hier. Die ben hier naast zo verschrikkelijk bekend. Die ben hier wel eens deur komen kattingen. Maar het is wel gigant. Ja. Woon jullie in de buurt? Ik woon niet zo in de buurt. Nou ja, in de week in Bijen. Aan de Raas. Ik kijk eigenlijk richting Zuidwal. Ja. Hoe kom je ook vernomen? Nou, ik kom nog iets van jongen in stad. Dus. Je bent een stadje daar? Ja, vanaf komt wel. Nou, vanaf kom ik in Drenthe, maar ik woon daar vanaf niet. Nou, maar die... Ik heb er achternaar deur. 60, 70 jaar. En we kennen ook wel stadsbrood met die. Met die, ja. En met mij. En ook Hogeland, je bent van alle maat toe, zeg maar. Ja, wel. Goud, ja. Je bent al met pensioen? Nee. Maar... Wat doe je nog voor werken, zich vroeg maar? Nou, ik werk een beetje bij de gemeente nog, halftime. Maar op het ogenblik ben ik ziek. Oh. Dus ik moet lopen voor mijn gezondheid. Maar ik mag hier sowieso of toch hier lopen. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Geweldig. Wat doe je bij de gemeente Grunnen, hè? Ik werk bij een onderzoeksbureau van de gemeente Grunnen. Interessant werk? Ja, zeker. Slim interessant werk. Wat voor werk, hè? Kof van alles bij langs. Wat, hè? Ja, het is allemaal bij ons van alles. Wie wat er in staat gebeurt. Dus we ontwikkelen van de economie en AMO en... Statistiek? En, ja, veel statistiek en ook ontwikkeling in die statistiek. Heb je er altijd al loon, dat soort dingen? Van hoe zo wel, ja, ik heb vooral sociologie gebouwd en woonsociologie en criminologie studeerd. Oh, kijk eens aan. Hier ook in staat. Ik ben demograaf, zeg maar. Nou, nee, dat recht, maar ik kom een beetje in de buurt. Oh. Maar, de laatste jaar, dan doe ik wat ondersteuning voor jongere collega's, zeg maar. Die vliegen wat meer. De hele wereld door en ik probeer wat te ondersteunen met schrijven. Dat is ideaal toch? Dat is in principe ideaal. Als je er maar gezond in bent. Ja, dat is zeker zo. Ja, je moet er toch van de mensen met ervaring hebben. Dus je bent in dat soort. Ik las in kraan tot mijn. Oh, een beetje verbozing wel. Dat de krimp bij ons door achter Zuidwal, zeg maar. Dat valt touw. Ja, dat valt touw. Ja. Dat jij Joden en Krim was, dan kan het nou mooi zijn. Wat ben dat cijfers van jou? Nou, wie doet wel dat soort dingen, maar dan vooral voor gemeentegrunnen. Maar gemeentegrunnen is tegenwoordig ook zo groot dat het is de halve provincie zo waard. Ja. Volk. Maar ik denk dat het ook te maken kan hebben met dat... er is natuurlijk een bult gedoonte vanwege die bezakkings en zo en die boerderijen. Maar tegelijkertijd, je kent er vanuit van geld dan schier Roesko en start dat het explodeert. Ja. Dus ik denk, en het is allemaal, pronkje wel en gold eraan. Dus je kan ondersteunen eigenlijk al mooi direct, hier mooi, je zit direct in de wiede wereld. En ik denk dat ook nogal weer aantrekkelijk is voor het beeldvolk. Wie zei Tim McCoy net, dat is nog geen 10 minuten geleden, dus een stad, zo heb je er ook aan komen rijden. En we hebben van alle kanten ook wel bekeken, moet ik eerlijk zeggen. Je kent ook wel redelijk beide kanten. Maar een mooiere stad qua ligging kun je zo snel voorstellen, in Nederland. Daar heb ik gisteren op televisie ook nog over gehad, was ook zo'n programma, dat was dat, de Van Rossum sleutel. Ja. En ben we hier van die uitzenders geweest, dat stad, eigenlijk de enige grotere stad is in de wiede omgeving. En zo jong is, maar we hebben natuurlijk zo'n 60.000 studenten op een bevolking van inmiddels 250.000. Ja. Maar dat is een gigantisch stuk en daar holt zo'n stad ook in leven. Ja. In Vroeger was dat een handel en industrie. Maar, er is ons niks meer van over. Het is een stad is echt onderwijs- en dienstencentrum. Ja. Weet je waar de grootste werkgever is in stad? Universiteit. Ja, weet je. UMCG dus. Ja. Als je die bieden kan erop tellen. Die economie is allemaal. Ja, dan is het allemaal. Dus als die hij doet een getal bij. Hij doet een getal bij universiteit. Ongeveer? Ja, UMCG. Ik geloof meer dan 10.000 werknemers. Goedemorgen. Ja. En de universiteit. Meer dan 37, of rond de 37 doen studenten. En dan is die HBO's nog. Dus met elkaar ook 50, 60.000, maar zo. Ja. Nou ja, dan loopt er nog van alles op MBO-gebieden en zo rond. Dus die stad die is al jong en die is al in beweging. En, nou, ik ben maar meer dus, dat is dat toevallig hier in Irak, waar ik er ook. Dat, ik denk dat we een dikke 4.000 boetenlandse studenten alleen nog al hebben. Ja. Dus, dat geeft natuurlijk een beeld leven. Maar als je die. Dus je kent wel schelden op studenten. Maar,
Als je de universiteit wegdenkt, ligt al wildjes op zijn gaat. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Nee, maar ik bedoel, waarom dat veel volk schelden altijd, nou ja, ze hebben wel dat studentenvolk en dit en dat. En, ja. Wonen, en ook dat idee van, ja, je woont veel te veel studenten in onze wieken, we hebben de last van, ja, blikje, als er een kwart tot een vijfde van de bevolking, als dat student bent, die moet toch wel ergens wonen. Ja, dat is ook zo. Waarom, vroeg ik me wel eens af, waarom wil die Randstede lang hier naar de heen? Ze hebben van mij nou, ik begrijp me goud, maar waarom is die trek naar zo'n prachtige gebied als hier, waar goud wonen is? Ik zeg juist, maar ook naar daar over open, stel je voor dat ze wel op me kan. Dan is verder van hoe. Nou, maar ze hebben toch net hier. Dan is het juist waar het dan trekkelijk mocht, dat is daar het nog niet zo vol is. Dat blijft toch zo? Nou ja, dat beleven we nog wel tenminste, maar het zal natuurlijk ook hier voller worden. Dat vak ik wel van hoe. Maar wat ben ding? Kijk, Doris. Werkgelegenheid op allerlei sectoren is daar roemer. Dus dat trekt er allemaal op een kloot. Maar levenskwaliteit is hier denk ik groter. Geweldige conclusie. Aan die pad vult me zwart. Door is dit en door is daar. Man die pad. Ja.